Dit wordt een hele mooie uitzending. Dit gaat over een geile kleuter en dan hoofdstuk 11. En dat hoofdstuk, voordat ik over het hoofdstuk begin, dit is het werk. Dit is de titel, een geile kleuter. Op zijn Engels, A Horny Toddler. En hier zie je een jongetje, heel zedig, gewoon met een luier. En die zit heel geil op een teddybeer. Zijn handje zo, ja. Hé, geile teddybeer. En als je mij wil volgen, moet je kijken naar die uitzending, die film, sorry. Die heet Eyes Wide Shut van Stanley Kubrick. En die laatste scène, dan is het kerst. En in die winkel, dus een warenhuis, die staat helemaal vol met teddyberen. Denk er maar even over na. Waarom ik dit geschreven heb. Want dit is satire of... Ja, het is satire in feite. Saturnus praat. Achterstevoren praat. Want wat zij kunnen met hun 9-11 en hun 7-7 bombings van 2005, en dat is opgeteld ook 7, dus de 7-7-7 bombings. Kijk, wat zij kunnen, dat kan ik ook. Zolang ik natuurlijk nog, hè. Nou, wat ik dus geschreven heb, het beslaat 13 pagina's. Ja. En het is ook 13 hoofdstukken. Maar niet alle hoofdstukken, hè. Bijvoorbeeld het eerste hoofdstuk, dat is dat pagina 1, maar het tweede hoofdstuk ook. Hè. Het is wel allemaal helemaal goed gekomen. En dat is ook het laatste hoofdstuk, eind goed, al goed. Hè. En nu gaan we het hebben over hoofdstuk 11. En nu denk je gelijk, wie is Joris D? Ja, wie is dat eigenlijk? Nou, Joris Demmink, dat was de secretaris-generaal van justitie. De secretary-general. De baas. De baas van justitie. En die heeft... via de Nederlandse staatsomroep, of hoe het ook maar mag heten, de NSO of zo, heeft hij laten omroepen dat hij graag seks had met jonge homo's en niet altijd vroeg hoe oud ze waren. Dat betekent dat als jij aangehouden wordt, staande gehouden wordt, een accept giro krijgt voor een snelheidsovertreding, dan schrijf jij een briefje. Gewoon een briefje. Aangetekend, kost het tegenwoordig €2,10 of zo. En het geld, dat claim je voor die aangetekende toestand, dat claim je wel terug. En je beroept je op wat Joris Demmink heeft gezegd. En jij moet dan gewoon, als je dus voor een snelheidsovertreding gearresteerd wordt of whatever, een boete krijgt, dan schrijf je gewoon: ik rij graag een beetje door en kijk niet altijd hoe hard ik rijd. Met vriendelijke groeten en je naam eronder. En daaronder zeg je: ik beroep mij op het Joris Demmink arrest. Joris Demmink heeft seks gehad met mensen onder de 18. Betaald. Althans... hij beweert dat dat heel goed mogelijk is. En voor de rest is er niks aan de hand. Kijk. Droevig is het wel. En droevig is Ab Ortus ook. Als je het echt meemaakt. Als je gewoon leest in de krant... oh, er is een vrouw en die heeft de vrucht geaborteerd. Laten weghalen. En denk jij, ach, wat maakt het uit. Maar maak het eens mee, jongen. Als mannetje. En als vrouwtje zou ik het echt niet doen.
Dat is heel erg slecht voor je lichaam. Waarvan de christenen zeggen dat dat een tempel is van God. We gaan gewoon lekker naar pagina 10, waar hoofdstuk 11 begint. Dan raak je helemaal de tel kwijt en zeg je, oh Perry, je bent een conspiracy theorist, man. Helemaal niet. Dit is namelijk satire. Dit kennen jullie wel. Hè? Satire, toch? Hoofdstuk 11, Joris Demmink. Alle respect heb ik ervoor dat mijn dochter de tijd die ze bij mij doorbrengt zoveel mogelijk besteedt aan haar vriendinnen. Omdat ze zorgt voor randvoorwaarden, kan ik haar wel missen. Eigenlijk gaat het wel goed. Op een avond. Ze moest repeteren, drummen. Zit ik beneden en komt meneer ook naar beneden. Begint over zijn seksverleden. Legt een arm om mijn schouder, kijkt met mij dezelfde kant op en vraagt of anti-sodomitisme wel kan. Op persoonlijk vlak, voegde hij eraan toe. Hij moet gezien hebben dat mijn ogen moesten tranen en klopte me op de schouder. Zo is hij wel. Voor die tijd had hij allerlei klusjes gedaan in en rond het huis. En net als zijn zus krijgt hij daar een centje voor. Het was me opgevallen dat hij veel meer klusjes deed dan zijn zus die ouder is. Maar die heeft ook haar biologische moeder nog. Ik wil seks met Joris Demmink, zei hij. Legde €50 op de salontafel. Biljetten die ik zelf gepind had of teruggekregen had van een kassamedewerker. Blijf maar zitten, zei mijn zoon, toen ik de neiging kreeg om op te staan om sterke drank te pakken. Denk er eens over na, zei hij met een borrelglaasje in zijn hand. Zo'n olifantglaasje. Ik vulde mijn longen vanuit mijn buik met lucht. Mijn dochter was toch niet te bereiken, dus gaf ik de moed op. Een limonadeglas graag en dan iets meer dan in dat olifantglaasje past. Zonder dat ik dat vroeg, deed hij er ook ijsblokjes bij. Hij wilde me over mijn bol aaien. Ik zwaaide mijn hoofd opzij en riep ai of zoiets. Hij lachte, riep, verzin je dan wat? En liep naar de trap. Terug, riep ik streng. Waarom Joris Demmink? Nou, zei hij heeft graag seks met jonge baarmoederloze mensen en vraagt niet altijd hoe oud ze zijn. Gaf me een knipoog. De meisjes op school waren wel sexy volgens hem, maar niet zo doortastend. Mijn zoon wilde doorgetast worden. Hij zag de fronsen van mijn wenkbrauwen, legde een hand op mijn arm, zoals zijn zus dat ook zo geruststellend kan. Ik ga naar boven, zei hij, en lachte weer. Vanavond? Hij stond op en liep. Deed de deur van de woonkamer achter zich dicht. Regel, dubbele punt. Na een goede vraag moet je langer wachten op antwoord. Joris Demmink, waar woont hij? Ik belde het eerste taxibedrijf dat op het internet omhoog kwam. Op de vraag waar de reis naartoe moest, vroeg ik of ze wisten waar Joris Demmink woonde. De verbinding werd verbroken. Bij de tweede werd er gevraagd of ik gedronken had. Ja, zei ik teleurgesteld kijkend naar mijn lege glas. Medelijden had ook die niet en hing op.
Ik gaf me 3 kwartier om een taxi te regelen en besloot die tijd zo goed mogelijk te gebruiken. Probeerde er op de Bonnefoy nog eentje. Die hing niet op, maar ik hoorde niks meer na verloop van een tijdje. Toen hing ik maar op, stond op en zette de fles sterke drank op de salontafel. Le Cupido. Dat klinkt als een Lucky Pedo, dacht mijn inmiddels doorsopen. Kan dit nou schakelen? Het kan toch wel. Kom op. Ja, ik moet meer oefenen. Appa, zo, ja. Dacht mijn inmiddels doorzopen kop. Toen ik voor de 13e keer een correct nummer intoetste van het zoveelste taxibedrijf uit de omgeving waar Joris Demming voor het laatst gezien was als inwonende. De telefonist nam op met zijn voornaam. Dat klonk vriendelijk. Deze wilde ik niet verpesten. Ik verlaagde mijn stem en zei, dag. Legde hem uit dat ik een zoon had die naar Joris Demming heen en weer moest. De telefonist hoestte kort en ik hoorde het geritsel van papier. Ja, het adres hebben we hier, zei hij, maar wacht even. Zo te horen stond hij op en overlegde met iemand op een paar meter afstand. Hoe laat? Was de vraag. Ik zakte achterover op mijn bank en zei dat ze zich niet hoefden te haasten. Vanavond vindt mijn zoon snel genoeg. Dat ze er over een uur pas zouden zijn, leek mij geen probleem. Liep naar boven en klopte op zijn deur. Ik hoorde niks en deed de deur open. Over een uur word je opgehaald, zei ik. Oh, zei hij. Keek naar zijn kleren en op de klok. Ik wist niet dat je dat zo snel kon. Eigenlijk maakte ik een grapje misschien. Is goed. Dankjewel. Nou, ik ging naar beneden en zette de balkondeuren open. Tijd voor een rokertje. Ik heb een keer in een Amerikaanse taxi gezeten die ik geil vond. Omdat ik met goede vrienden naar een feest ging dat lang zou gaan duren. Duitse auto's vind ik geiler. Dus dat er een Mercedes voor kwam rijden, verbaasde me niets. Mijn zoon kwam de trap aflopen terwijl hij zijn jas dicht deed. Snel schoot ik voor hem uit naar de taxichauffeur. Heel kort zei ik dag en ik gaf hem de €50 die mijn zoon had verdiend met huishoudelijk werk. Is dat genoeg? Vroeg ik. De chauffeur grinnikte en daar nam ik geen genoegen mee. Onderwijl probeerde mijn zoon in te stappen. De chauffeur hielp hem en nam plaats achter het stuur. Ik hield hem 50 vers gepinde euro's voor. Die krijg je als mijn zoon veilig thuis komt. Daarbij stelde ik me voor hoe het zou zijn als mijn dochter erachter zou komen dat ze haar broer gekwetst zouden kunnen hebben terwijl ik verantwoordelijk was. De chauffeur keek me in de ogen, startte zijn Mercedes en reed geruisloos weg. En snel. Het genot van op de achterbank zitten bij zo'n chauffeur. Veilig gevoel tot aan de plaats van bestemming. Zo gauw ik binnen was, schreef ik het type van de Mercedes, het kenteken van de auto en het nummer van de taxivergunning op. Noteerde de tijd en het telefoonnummer dat toen op het internet stond. Van Lucky Pedo. Regel. Dubbele punt. Positief denken is alleen belangrijk als je de leiding hebt. Ik ging wat eten en wachtte tot mijn dochter thuis zou komen.
De huispoes was ook op stap. Van mijn dochter kreeg ik een sms. Ze ging slapen bij een vriendin. Vanwege. Ik vond het best en strekte me uit. Rond een uur, 4, 5, werden mijn ogen wakker van flikkeringen. Mercedes lichten. Op mijn kousenvoeten liep ik naar buiten. De chauffeur tegemoet en reikte hem het biljet aan en ik keek hem aan. Hij knikte en pakte bijna het geld. Mijn zoon was al bijna binnen, vervuld zo bleek. Hemels! Pap, zei hij, het was heerlijk. Joris Demmink had van tevoren gedoucht met een shampoo die rook naar thuis. Van ons drieën ben ik degene die het minste zeep gebruikt. Ik neem aan dat hij de lucht bedoelt van de shampoo van zijn zus. En Joris Demmink ging helemaal all over him. Net wat hij wilde. Na afloop hadden ze ook nog samen gedoucht. Gelijk maar gaan slapen en dan vertel ik morgen verder, was zijn idee. Ik mocht hem nog wel een beker chocolademelk brengen. Meneer was helemaal het heertje. Niet gek dat ik toen al dacht dat het goed zou komen. Leuk is dat. Uiteraard, dit is het einde van hoofdstuk 11. Het is een ongelofelijke taal. Vinden jullie dit niet? Dit kan toch helemaal niet? Het is toch absoluut onmogelijk? Hè? Pap, zei hij, achter me vroeger. Het was heerlijk, was mijn muis gebleven. Ja. Ja. Joris Demmink had van tevoren gedoucht. Dat kan toch helemaal niet? En Joris Demmink ging helemaal all over hem. Dat kan helemaal niet. Toch? Dat vind je zelf. Kijk, de Nederlandse wet zegt dat in principe geen seks met kinderen. En misschien is de lat voor sommigen wat hoog gelegd. De mensen van 14, ik heb ook meegemaakt, toen was ik, voor mij was ik, hoe oud was ik toen? 12? En dan was er een jongetje en die zei van kom, we gaan de bosjes in. Ja. Toen heeft hij zijn broek laten zakken en ja. Ik heb ook meegemaakt dat we in de bosjes waren en dan kwam er een groepje meisjes aan. En die zei tegen ons van, laten jullie eens je broek zakken. Dan laten wij onze broek ook zakken. Ja, natuurlijk zijn kinderen seksueel dinges. Tuurlijk is dat zo. En dat je dan zegt van ja, ik drink graag Beaujolais primeur zoals Joris Demmink heeft toegegeven. In plaats van cognac. Waar ben je dan mee bezig? Kinderporno, kinderseks. Dat doen die kinderen onderling wel. En in de Nederlandse wet is vastgesteld, gewoon opgeschreven. Maar ja, het is allemaal best. Maar 16 jaar en ouder. Als er een leeftijdsverschil is, dan moet de jongste moet 16 zijn. Een aanmerkelijk leeftijdsverschil. Als je 3 maanden verschilt, van je bent net jaren geweest en jij bent net 16 en je vriendin is 15. Maar die wordt over 3 maanden wordt ze 16. Ja, dat is niet aanmerkelijk. Maar als jij 40 jaar oud bent en je hebt seks met iemand van 16, dat kan dus wel. Maar dan moet het wel consensueel zijn. Als jij 83 bent en je hebt seks met iemand van 16. Dan moet het consensueel zijn. Er mag geen vergoeding tegenover staan. Als die vergoeding er wel is, dan mag ook, dat heet prostitutie. Dat is legaal hier in Nederland. En de vraag is of dat gelegaliseerd moet worden. Want ik vind eigenlijk dat onze overheid zich niet moet bemoeien met prostitutie. Als er mensen zijn die dat doen, ja, dat is hun eigen zaak. Vind ik. Ik vind dat de overheid daar eigenlijk niet over mag gaan.
als ze dat wel doen. En ze zeggen prostitutie mag vanaf het 18e jaar. Ja, dan is meneer Joris Demmink, secretaris-generaal van Justitie, die valt daar toch ook onder? Of staat hij boven de wet? Nou, dat laatste is waar. Hij staat boven de wet. Hij mag die wet gewoon overtreden. Misschien overtreden hebben of zo. We hebben een secretaris-generaal van Justitie gehad. En zijn, ja, hoe moet je dat zeggen, verklaring omtrent gedrag. Die had hij toch nooit kunnen krijgen. Er zijn misschien wel mannen bij de voetbalclub Almere. En die hebben een keer een politieagent een klap voor zijn bek gegeven. Maar die man ging ook echt over de limmet heen. Een burenruzie moet je niet oplossen met benzine. Hè? Dan wordt het alleen maar erger, lul. En zo iemand heeft een keer een politieagent voor zijn bek geslagen. Nou, en die komt dus nooit meer als trainer bij FC Almere. Want die krijgt geen verklaring omtrent gedrag. En Joris Demmink, hoe zit het met zijn verklaring omtrent gedrag? Ik ben niet voor een revolutie of zo. Ben jij gek? Ik wil verstandigheid. Ik heb een kind namelijk. Daar gaat dit verhaal ook over. En ik had er 2 gewild. En dat zat er niet in. En jullie gaan er ook om huilen. Want jullie hadden dat ook gewild, dat er een 2e was gekomen. Denk er maar over na, op de langere termijn. Mijn dochter is oké. Mijn dochter heeft dit werk helemaal met de stofkam doorgehaald. Zij weet ervan. En zij is jong, zij is 17. En goed van dijen. En de rest wat bij een vrouw hoort, je weet het wel. Kuiten. Tenen. Ze kan koken. Ze kan afwassen. Ze kent het begrip discipline. En zo mooi is het leven. En zo mooi is het om met kinderen om te gaan. En je moet niet gaan seks hebben met kinderen. Daar moet je helemaal niet eens aan willen denken. De moeder van mijn kind, die was 10 jaar jonger dan ik. Dat is mij slecht bekomen. En ik heb een keer in bed gelegen met een vrouw en ik was toen 55 en zij was 52. En zij en ik, die kenden dezelfde liedjes van de radio. Wij waren van dezelfde generatie. En dat was sexy. Je moet seks hebben met mensen van je eigen ding. Er is een verhaal van zo'n homo. En die was 14 en die heeft aangebeld bij een man van 60. En die zei, neuk me in mijn reet. Of zo, woorden van gelijke strekking. Dat was een beroemde homo bij de VPRO. Want dat rijmt. Ja, het kan. Van mij mag het doen. Het is allemaal behoorlijk op de grens. En ik vraag me dan af waarom die wet er dan is. Hij mag dat, weet je ook weer, Paul Hanen. Paul Hanen. Die heeft daar een lied over geschreven. Dat hij helemaal uit zijn dak ging met een man van 60... toen hij 14 was. En ik heb helemaal geen zin in een ministerie van Justitie wat zich bezighoudt met houdingen, attitudes zoals die van Joris Demmink. Ik vind het gewoon nergens op slaan. Voor hetzelfde geld is onze volgende secretaris-generaal van Justitie, die doet alleen maar aan luierseks. En dan ga je dat weer horen. En Donald Trump die doet dan plasseks of zo. Sodom en Gomorra? Iemand?
En daarom heb ik dit geschreven. Ik pak hem nog even terug om te kijken toch of dat mij lukt. Als je dan zo doet, gaat ook niet. Dan moet je echt dus... Jeetje. Jeetje kreetje, dat zei de moeder van mijn moeder altijd. Dat was ook een christelijk iemand. Jeetje kreetje. Hoppa, nu kan hij wel terug. Ik pak nog even wat dingen eruit. Ik moet even terug te dingen of zo. Want het is erg... Dit is hele gecondenseerde teksten. Kijk, dit is dus waar. Dit is de perfecte leugen, want ik heb de leugen, de fantasie, die heb ik gemengd met de waarheid. En dit is waar. Mijn dochter kan drummen. Echt. En ik mag erkennen dat ik vroeger heel veel ruzie heb gehad met drummers. En ik besefte toen niet dat ik zat alleen maar een beetje gitaar te plink plonken. En dat kan je uren volhouden met 2 flessen rode wijn. Maar een drummer die moet echt, dat is hard work. En daar had ik toen geen respect voor. Mijn dochter, die heb ik leren keyboard spelen. Ik heb de toonladders geleerd. Ze kan ukulele, ze kan zelfs gitaar. Ze kan zingen. En wat ze het allerbeste kan, onder haar leeftijdsgenoten, is drummen. En ik met haar naar drumles. Eens in de 2 weken. Die andere week, dat moest haar moeder dan doen. Die dat helemaal niet leuk vond. En die baalde ervan. Maar ze moest het wel de helft van de tijd. Mensen wat knettergek. Ja, doe het dan niet. Ja, laat mij het iedere week doen. Maar die moeder die kreeg het. Dus, die wilde dus. Het denken van de vrouw is ook echt heel bijzonder hoor. Maar zij wilde per se eens in de 2 weken met mijn dochter naar drumles lopen. Dat mocht ik niet doen. Want het is namelijk een half uur heen lopen en een half uur teruglopen. Weliswaar door een hele mooie buurt met allemaal mooie bomen. En allemaal poezen die buiten lopen van mensen. Die hebben gewoon een tuinraampje open of een keukenraampje open voor de poes. Ze hebben een kattenluik. En daar loop je dan doorheen met je kind. Dat is hemels, hè? Hemels. En die moeder die wilde per se eens in de 2 weken mee. Dat mocht ik niet. En vervolgens kreeg ze natuurlijk een pesthekel aan het feit dat ze elke 2 weken een half uur heen moest lopen en een half uur terug moest lopen. En toen heeft ze mijn dochter van drummen afgehaald. Maar mijn dochter kan drummen. Zonder meer. Je hebt ook echt helemaal lekker die beat en alles. Ja, wat ik hier zeg. Dit is correct Nederlands. Antisodomitisme. Kijk, sodomitisme, dat noemen wij homoseksualiteit of zeggen, hoererij. Of, het gaat erom dat sodomitisme. Dat is dat je waarde van je leven zoekt in je seksleven. Dat je denkt, ja, als ik maar lekker... En in zekere zin hebben de sodomieten gelijk. Dat is ook een hele lastige. Want aan seks mag je gewoon doen. Het probleem is, als je alleen maar in die seks denkt en het begint naar buiten te druipen, en dan krijg je sodomie. En een anti-sodomitisme, waar ik het hier over heb, is dus die denkbeeldige zoon, die heeft een ongelofelijke leuter en denkt van, ik ben helemaal klaar voor Joris Demmink. Moet je daarop tegen zijn? Nou, het antwoord is natuurlijk nee. Paul Hane
heeft een mooi nummer geschreven over toen hij 14 was en hij belde aan bij een man van 67 en hij zei: goedendag, mag ik een kopje thee? Tuurlijk mag dat. Dus we hebben geen enkel probleem met het hebben van seks. Het probleem is dat hier een wet overtreden is. En dat doen we allemaal heel erg makkelijk over. Nou, dat olifantglaasje, dat is van olifant jenever. Even kijken waar mijn muis is. Ja, hier zit hij. Olifant jenever. Maar dat is ook een, ja, dat heet een olifantglaasje. Dit is ook zo'n leuke. Mijn dochter was toch niet te bereiken. Dat is ook echt zo. Het heeft voor mij geen enkele zin om mijn dochter te gaan lopen bellen. En gelukkig heeft ze momenteel een vriend. En die kan ik gewoon bellen. Die neemt altijd zijn phone op. Zijn phone is ook altijd opgeladen. Dat is een jongen. Dan hier dus een limonadeglas. Dat gaat ook over mezelf. Ik drink, als ik jenever drink, drink ik dat altijd uit een limonadeglas. En niet in zo'n... een stom jeneverglaasje. En de reden daarvoor is dat je, ja, je hoeft maar één jenever te maken. Licht je glas op. Even pauze. Dag Puk. Ja, oké, wacht eventjes. Hoor je mij? Ja. Oké.